PFAS, een verzamelnaam van stoffen die ervoor zorgen dat veel bouwprojecten in de regio stil liggen. Ook Altena heeft te maken met de tijdelijke regelgeving rondom PFAS. Maar wat is PFAS? Dan hebben we het over een groep van 6000 stoffen. Die zijn geproduceerd door de mens, dus die komen niet van nature voor. Hebben echt wel hele goede eigenschappen, bijvoorbeeld voor waterafstotendheid van kleding of ik noem maar wat, vuilafstotend. Ze lijken een beetje op zeep, alleen dat soort stoffen hebben helaas ook nare eigenschappen. En dan heb je het over dat ze eigenlijk niet afbreken in de natuur. En bovendien ook nog voor een deel van de groepen zijn ze verdacht kankerverwekkend. Ja, want de grote angst die er natuurlijk leeft, bouwplannen liggen stil, projecten kunnen niet uitgevoerd worden en dat hangt dan samen met de ontbrekende regelgeving. Inderdaad, de minister van Infrastructuur en Waterstaat die heeft een tijdelijk handelingskader opgesteld om in ieder geval de belangrijkste knelpunten op te lossen. En volgend jaar, medio volgend jaar, komt er een definitief handelingskader. Tot die tijd worden nog allerlei onderzoeken uitgevoerd van nou, hoe verspreid deze stoffen, met name de belangrijkste stoffen die we kennen, nu tussen bodem en water. Dat soort onderzoeken wordt nog allemaal uitgevoerd. Daar is het RIVM mee bezig en dat duurt helaas een tijd. Dus tot die tijd hebben we een probleem. Wij als bedrijf worden ermee geconfronteerd, allereerst met staande werken, waardoor wij van de grond van A naar B minder makkelijk toe kunnen passen en kunnen vervoeren. Hiervoor moeten wij aanvullend onderzoek altijd verrichten. En dat geeft nogal problemen, want die tijdelijke handelingskader de waarde PFAS heel laag heeft gesteld. Dat er slechts 0,1 microgram per kilo in de grond mag zitten. Waardoor wij heel moeilijk vrij kunnen bewegen met onze grond. Ja, als we dat eens gaan betrekken op een lokaal voorbeeld. Op dit moment is het Natura 2000 project rond een pompveld onder andere een van jullie lopende projecten waar enorm veel grond verzet wordt. Hebben jullie in de aanloop naar dat project dan ook al te maken gehad met die normeringen rondom PFAS? Wij hebben onze werkzaamheden eigenlijk begonnen en de opdracht hebben gekregen voordat het tijdelijke handelingskader bekend werd. Het tijdelijke handelingskader is vanaf juli werd het bekend met een tijdelijke overgangsregeling tot en met 1 oktober. Vanaf 1 oktober dienden we echt te voldoen aan het tijdelijke handelingskader. Op het moment dat wij de opdracht hebben ontvangen, hebben we eigenlijk vooruitlopend op het tijdelijke handelingskader zijn wij direct in overleg gegaan met bevoegd gezag. De gemeente, maar ook de Omgevingsdienst Midden-West-Brabant, om te kijken van hoe gaan we met de PFAS om. Eigenlijk in een driehoekconstructie hebben we daarna gekeken en daar is toch wel een stukje gebiedsspecifiek beleid op bepaald met elkaar. Waar de gemeente en de Omgevingsdienst erin wilden meedenken en wilden meewerken. In die tijdelijke overgangsregeling is dat goed gegaan, alleen zitten we nu na die 1 oktober. En dan zie je ook dat daar toch best wel wat zoekwerk komt van hey, hoe gaan we hiermee om en hoe gaan we hiermee verder. Op dit project, Pompveld, een groot project, is afgesproken dat we het beleid vanuit wat we ingezet hebben voort kunnen zetten. En daar hebben we nog wat aanvullende onderzoeken gedaan omdat het natuurlijk een heel groot scala aan stoffen is om alle stoffen goed in beeld te brengen. Maar in nieuwe projecten zie je dat het probleem veel lastiger wordt. Dan hebben we ons te houden aan het tijdelijke handelingskader. Waardoor projecten niet op de markt worden gezet. Omdat een opdrachtgever zegt, ja, ik weet niet waar ik met mijn grond naartoe moet. Bedragen moeten wij koppelen aan afzetgrond. Terwijl eigenlijk de waarde van de PFAS niet bekend is. Dus wij, op dat moment zeggen wij van, ja, sorry, maar we weten ook niet wat onze kosten dan worden voor het afzetten van de grond. Want ik kan me voorstellen, het is al een groot verschil of die onder de 0,1 grens zit of daarboven. Terwijl die 0,1 grens echt een heel minimalistisch getal is, wat vrijwel niet voorkomt hier in onze omgeving. Rondom PFAS is bij ons niet bekend dat de bouwprojecten in Altena daarvoor stil liggen. Ja, wat wij samen met de Omgevingsdienst aan het in kaart brengen zijn, is onze bodemkwaliteitskaart. Daarin zitten opgenomen de stoffen die voorkomen. En tot op heden zat PFAS als verzamelstof er nog niet in. En wij zijn nu aan onze bodemkwaliteitskaarten, en dat doet de Omgevingsdienst, aan het toevoegen het PFAS onderdeel. Nou, een Omgevingsdienst voert in opdracht van gemeente en provincie taken uit op het gebied van milieu en omgeving. In ons geval doen wij dat voor 25 gemeentes in onze regio, waaronder gemeente Altena en provincie Noord-Brabant. En daarvoor doen wij dus, hebben vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Dan moet je denken aan bedrijven, maar onder andere ook natuurlijk toezicht op grond, op hergebruik van grond en op bodemsanering.
Dat is in ieder geval een belangrijke taak van ons. En ja, daarbij staan wij natuurlijk voor een veilig en gezond milieu. Omdat de nood nu heel erg groot is, wil het kabinet de normen tijdelijk verruimen. Er is een datum genoemd nu van 1 december. Onze verwachting is eigenlijk daar toch wel groot van, omdat dit echt een breed gedragen probleem is. Waar we ook zien dat collega-aannemers, mensen thuis komen zitten omdat er geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Of de projecten stilgezegd zijn of er geen nieuw werk bij komt. Dus er zal daar actie in ondernomen moeten worden. De verwachting is eigenlijk dat er de getal vergroot zal worden. Dus dat de waarde die ze nu hebben genoemd van 0,1 opgerekt zal worden. En wellicht dat er een verschil zal gemaakt gaan worden tussen stedelijk beleid en tussen buitenstedelijk of buitengebied beleid. En daar andere waarden aan komen te hangen. Zodat we wat flexibeler om zullen kunnen gaan met grond transporteren van A naar B. Wij zijn in ieder geval op dit moment aan het kijken of we vooruitlopend op die definitieve normen. Of er in Brabant een wat hogere achtergrondwaarde aanwezig is dan die hele lage waarde die er nu is gesteld in de regelgeving. Zodat je ook kunt aangeven dat je de grond daar ter plekke niet sterker verontreinigt met PFAS. En dat zou wel een slok op een borrel schelen. Ze willen gaan proberen om dat nu regionaal in kaart te brengen welke waardes waar zich bevinden. Het zal dus kunnen betekenen dat als bijvoorbeeld de plaats Veen een hogere PFAS-waarde in de bovengrond zit als Giessen, dat het niet zomaar vanuit Veen naar Giessen getransporteerd zou kunnen worden. Wat al wel aangegeven wordt, het zal wel goed van belang zijn dat er op korte termijn actie op ondernomen wordt. Omdat nieuwe projecten nu uitgesteld worden met de aanbesteding. En er zal wel tijd zijn dat die nieuwe projecten op de markt gaan komen om ook de orderpartij verder aan te kunnen vullen.